Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag vrijdag. En het is 26 juli en we leven 19 minuten over 1. Ja, ik ben niet naar fysiotherapie gegaan, want ik had vannacht weer niet geslapen door de hitte. Dus je valt pas tegen de ochtend uiteindelijk in slaap. Met het gevolg dat je 6 minuten over 12 wakker wordt en dan moet je om 12:30 bij de fysio wezen. Ja, dat lukt niet, hè? Nee. Ja, potverdikkie. Maar ik heb even gebeld en dan vond het ook helemaal niet erg, want er waren al meerdere afzeggers omdat het te warm was ook. Als je nog gelijk hebt, zoiets, want dit valt niet te handelen. Nee. Ik heb een pijn in mijn hoofd van, maar dat kan het pret allemaal niet drukken. Ik heb wel medicijnen ingenomen, maar het helpt niet. Ik heb ook pijn in mijn rug, maar dat komt allemaal mede door die warmte, niet kunnen slapen, etcetera. Dan nog een hond hebben die niet luisteren wil. Ik zei, hou op. Ja, nee. Je wordt er lelijk van. Zit je eigen te likken, zijn poot. Maar dan likt hij net zo lang dat het ook vurig wordt, hè? Ja, je hebt het ook heet. Ik ook. Maar je moet ook rustig doen en jij gaat niet zo likken. Flobberaar. Ja, ik zal jullie laten zien, lieve vrienden. Het is 27,5 in huis. Op de vlakte is het 30 graden. En bij mijn poort, ga eens even weg, die rode poort die daarop is, is het 38 graden. Dus ja, dan is het hier buiten dus 38 graden. Waarom heb ik de boel dicht? Want die warmte vliegt je naar binnen en dan stijgt het hier nog hoger dan het nu al is. Dus ja, laat de boel maar mooi dicht en vanavond de boel open. Ja, ik gisteren ook gedaan. Heerlijk. En toen kwam er ook nog een windje vanaf zee opzetten. Het waaide vannacht knap. Ja, maar wat denk je? Een warme wind bracht mee. Ja, hé? Ja. Maar oké, ik ga de diertjes eventjes eten geven. Ik wil een bakje koffie. En een broodje. Ja, kijken of we een beetje op kunnen knappen. Ik ga niet weg dus, nee. Ik zou niet weten waar naartoe, met die warmte. Misschien dat we vanavond even weer een ritje gaan doen. Nee, over de dijk, lekker afkoelen. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. En dan door de duinen weer terug. Neem ik deze gewoon weer gezellig mee. Zien we wat, dan vlog ik dat. Oké, tot later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien heb ik een ventilator van zolder moeten halen. Ook op de slaapkamer staat er een. Heb ik met moeite en pijn van de zolder gehaald. En die is net binnen. En ja, die vindt het maar vreemd, maar toch ook wel weer lekker. Maar dan moet ik er ook voor gaan staan. En dan komt hij erbij. En dan blijft hij angstvallig bij mij. Die vindt het ook lekker, die daar op de bank legt. Maar die leg nou is net buiten geweest en die zit weer aan zijn poot te bijten wat niet mag. Maar die heeft een hele tijd ook vlak voor de ventilator gelegen. Ik zal nou eventjes naar hem toe, maar dan moet ik eerst die rode kanakker hier weer weg hebben. Zo. Dat mag niet. En toch weer doen. Kijk, en ook heeft hij een koelband om. Die doe ik om de zoveel tijd even in de vriezer of als ik hem niet nodig heb, leg die gewoon altijd in de koelkast. Zodat die altijd koel blijft. Maar nou heb ik hem net uit de vriezer gehaald. Leg die even een paar tellen erin en dan haal ik hem er weer uit en dat vindt hij heerlijk. En de ventilator vindt hij ook lekker. Die is net binnen, die wil er alweer uit, maar die blijft nog voorlopig even binnen, want hij is de hele middag buiten geweest. Dus ja, hij kan er even naar fluiten waar mijn prinsesje is. Ik heb haar net gezien. Oh kijk, die zit daar in de hal. En die gaat daar liggen. Ik heb ook de wc-deur open, maar voor de rest heb ik alles nog dicht.
gordijn zoals jullie zien. Ramenhek allemaal dicht, want nu komt de zon daar los. Die zie je hier wel bij het raam, ja. Zonnetje. En ja, natuurlijk het zonnescherm is nog dicht, want daar is ook nog steeds zon. Daarachter. Uiteraard, logisch, hier begint je weer te kwispelen, hè gekkie? Ja, ook hier is nog steeds zonnetje. Dus, blijf mooi dicht. Ik ben aan het werk. Ben weer aan het renderen. Ook dat moet weer gebeuren, althans ik niet. De computer, ja. En ik heb er een leuk geintje bij geleerd. Dat is zo af en toe. En gisteren heb ik het gedaan in één vlog. Nu heb ik het net weer gedaan. Dat doe ik bij de dieren. Als ik die in beeld heb, knip ik er een stukje uit. Die plak ik er weer in. En die laat ik achteruit gaan. Ja. Dat is wel zo leuk of niet dan, Gandalf? Hé, hey, meneertje Gandalf. Hé. Hey. Hallo. Meneertje Frodo, meneertje Frodo, wat ga je doen? Ga je daar liggen, leg dat lekkerder. Ik dacht dat het hier juist lekkerder lag. Hier ook, hier liggen. Op de grond, kom. Nee? Dan niet. Zelf weten. Oh, daar voel je de wind ook wel. Ja hoor. Dat, ja, lieve vrienden, ik ga aan een bakje koffie. En... even een spelletje doen, terwijl die aan het renderen is. Oh, die gaat weer lekker water drinken, dat vind ik toch, blijf ik leuk vinden, zoals hij dat doet. Wie heeft nog meer een kat, of wie kent er mensen die een kat heeft die met pootje in het water zit, pootje aflikt, en dat pootje er weer in doopt, net zo lang totdat hij genoeg te drinken heeft gehad. Ik vind het zo leuk, dat hengelen. Geweldig. Maar ja, oké, lieve vrienden, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, ondanks de warmte die er nog steeds heerst, 29 graden in huis, 32,5 graden bij het vliegveld de Kooi en bij mijn schuttingsdeur 33 graden, heb ik toch al wel de deur open. Dan ren je er lang uit. Meneertje kan dat. Hoe lief. Ja, doe maar. Geef me water hoor. Mag wel. Ja, het is nog steeds bloedje heet. Toch staat er een briesje. Maar dat briesje, dat... je voelt het, maar het is geen koude wind. Nee. Warm. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. En ik ben met een bakje koffie bezig. We hebben ons eten op. Daar ligt Eeuw in. Hé? Ons prinsesje, hè? Joh. Of niet dan? Ons prinsesje, hè? Joh. Ons prinsesje. Zeg je zomaar niks. Zeg je zomaar helemaal niks? Nou, helemaal niet leuk voor jou, nee. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken. En kijken wat de avond maar brengen gaat, ik weet het niet. Ik heb geen zin om de deur uit te gaan, nee, ook dat niet. Het is mij allemaal veel te warm. Ik heb even geen fut ervoor, nee. Dat ik ga televisie kijken en ik ga wat een plaatje ga ik maken en ik ga op Facebook. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. En natuurlijk televisie koekeloeren, ja. En aan de koffie, ook dat. En ik heb nog wat water staan, geloof ik. Ja, er staat koffie op, maar er zit ijskastwater in. Ja, uit een fles, uit de koelkast. Proost. En lekker koud. Zo wordt het alweer warm. Ja.
Maar oké, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen. Straks lekker de boel tegen elkaar openzetten als de zon daar ook weg is. Want die is daar nog steeds aanwezig. Kunnen jullie zo wel zien door dat gordijn heen. Ja, en boven dus al helemaal. Dus dat gaat niet goed komen dan als ik nou daar boven de boel openzet. Dus dat doen we lekker nog niet, pas wanneer die daaronder is. Dan ga ik naar boven toe en dan gaat alles open tegen elkaar lekker doortochten. Ja toch? Ja. Ze zeggen tot later. Nou, er is geen regen of wat dan ook voorspeld voor hier in deze hoek. In Den Haag was er al een flitsen te zien en regen te zien. Maar toch begint de lucht hier ook een beetje, ja, een beetje gek te doen. Vreemde lucht. En dat gaat zeer doen op mijn blote benen. Hé, meneertje Jodokus. Hallo. Meneertje Frodo. Hallo. Geen commentaar? Hallo. Free fra Frodo. Nou, dan hier hoor. Ja, er staat een klein briesje. Aan de boom kun je het goed zien. Nou ja, aan de bessenstruik ook. En aan de vlinderstruik ook. Maar om nou te zeggen van, oh wat lekker. Nou, nee. Nee, echt niet. Ik hoop dat jullie mij kunnen zien. Nou ja, een beetje. Ja, ik zie er goed uit. Zeg ik zelf. Lekkere donkere achtergrond en ik op de voorgrond. Ja, ja. Nee, ik hoop niet dat er gaat onweren. Want dan slaap ik weer niet als het al vannacht gebeurt. De zwaluwtjes die vliegen nog hoog. En ze zeggen meestal, als de zwaluwen hoog vliegen, krijg je morgen weer mooi weer. Ja, ja, dus we wachten het af. En het is ook wel beloofd. En 28 graden is er gezegd. Dus ja, het is afwachten hier in het kikkerlandje. Maar ik zeg, hé, Kloffie. Oh ja, man. Oh ja, dan. Oh ja, dan. Oh, goedje toch, hè. Oh, goedje toch. Hé, je mag nog buiten blijven, hoor, kerel. Ja, zeker te weten. Ja, hoor, hij wel. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond en voor later lekker slapen. En ik hoop dat jullie niet aan elkaar vastleggen te plakken of aan wat anders slecht te plakken aan je kussen of wat dan ook. Het is niet lekker, nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, graag tot morgen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.